Ik ben gewoon wel heel erg benieuwd hoe dat natuurlijk gaat in die bestuursvergaderingen. We zijn met z'n achten en dan hebben we een aantal vergaderingen en op een gegeven ogenblik moeten wij kiezen. Waar ik een beetje bang voor ben bij mijzelf is dat ik eigenlijk theatermaker ben. En op die manier ook wel wat faam heb weten te verzamelen. Maar als acteur eigenlijk nog niet. Dat wordt dus een onmogelijke opgave. Dus laat ik het nou niet persoonlijk maken, maar laat me zeggen een middelmatige acteur. Ja. Dat is natuurlijk geen begin aan. Ik zie dat een beetje somber in jouw geval. Er is dus een regie, er is een decor, er zijn heel veel, heel veel dingen goed aan het project. Het gaat natuurlijk wel om jouw prestatie. Nu is Hadassa de Boer natuurlijk de voorzitter van de jury. Ja, ik zou zeker proberen om een gezellige keer met haar bier te gaan drinken. Ja. Nee, want ik en heb natuurlijk die kisterij met de kerst zal wellicht ook helpen. Of een gratis voorstelling bij thuis in zo'n geval. Ik sta altijd open voor tips en tricks voor hoe ik moet verder. Ja, je begrijpt, die kan ik met alle plezier geven, maar niks is gratis. Dat heb je inmiddels begrepen. Het was me een waar genoegen.